Waarvoor ben je hier? Ik ben hier om te kijken naar, om af te kijken hoe een ploegentijdrit eigenlijk gereden moet worden. Want 21 september is de Rabobank ploegentijdrit voor hobbyistenteams, zeg maar. En daar doe ik zelf ook aan mee, samen met een NOS-team. Met Herbert Dijkstra, Herman van der Zand, de journaallezer. En Martijn Hendricks, de nieuwe Mart, hè, die zich nu aan het profileren is op de Olympische Spelen. Ja, dan rijden we met z'n vieren rijden we die ploegentijdrit. En daar hoop ik natuurlijk hoge ogen te gooien. Nou, en ik ben hier aan het afkijken hoe het eigenlijk moet. Ja, want 21 september, dan is die tijdrit. Via de Rabobank zijn er 4 kwalificaties geweest. Hebben jullie er ook voor gekwalificeerd? Ja, we hebben ons direct al gekwalificeerd. Want ze wisten gewoon, ze hadden ons gezien en met name mij gezien. En ze wisten gewoon in één klap van nou, dat is een hele goeie. Nee, wij hoefden ons niet te kwalificeren. Herman van der Zand, Herbert Dijkstra en Martijn Hendricks mochten gelijk met mij inschrijven. En zo zijn we in de slag gegaan met de NOS om een leuk team te vormen. En te kijken waar we staan tussen die andere professionele of semi-professionele teams. Want ik heb wat teams zien rondrijden. Er wordt heel hard gereden daar en ik maak me ook wel ernstig zorgen. Vandaar dat ik hier even goed sta af te kijken. Wat voor tips krijg je van ze? Nou, tips die ook voor andere mensen zeer interessant zijn. En dat is goed informatie rijden, het liefst dezelfde versnelling rijden. Goed afspreken wie voorop rijdt, of tenminste wie achter wie zit, laat ik het zo zeggen. Want dat is wel heel belangrijk, dat je een goed gevoel hebt. Als je niet kan, dan moet je kort overnemen. Als je veel kan, dan moet je lang overnemen. Nou, dat soort tips. En met name Lars Boom, die zit mij elke dag tips te geven erover. Ja, ik hoop dat de mannen van de NOS het ook zo serieus oppakken. Want het moet niet zo zijn dat ik natuurlijk na een kilometertje Herbert Dijkstra en Herman van der Zand al heb gelost. En samen met Martijn Hendricks verder moet. Lijkt me sterk. Als we naar een tijdrit gaan kijken, hier bijvoorbeeld. De kilometer per uur ligt tussen de 40 en de 50. Waar ligt dat voor de amateurs eigenlijk? Nou, nogmaals, ik heb die tijden gezien van die ploegen in die kwalificaties. En die rijden ook wel serieus hard. Die rijden ook dik boven de 40. Dus ja, dat zijn gewoon goede tijden. Dan gaan wij natuurlijk met de NOS samen nog harder rijden. Daar kun je op wachten. Zeker met die tips van Lars Boom. Maar nee, we moeten het zien. Het zal boven de 40 zijn. Ik ga nog maar wat tips halen bij ze. Dat ga ik doen, dank je.